Nou, dat is een project dat we gaan doen. Dus als er signalen zijn dat het niet goed gaat met bepaalde woningen, dat daar dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Ja, dat we dan niet alleen maar een brief gaan sturen, maar dat we er ook echt op afgaan. Samen met de gemeente, samen met de wooncorporatie, eigen haard. Ja, en soms als het nodig is ook met de politie. Eerder was er al het schijnwerperproject. Dat was een succes? Ja, dat zijn, echt bijna honderden meldingen. Moet ook allemaal uitgezocht worden. Ja, en wat je ook wil is dat woningen met name terechtkomen bij die mensen die er ook recht op hebben. Ja, en dat er geen dingen mee gebeuren wat je niet wil. En of het nou een hennenplantage is of onderverhuur of dat soort zaken. Wij willen dat Amstelveen, dat het goed gaat in Amstelveen, dat het goed gaat in onze straten. Ja, dat betekent wel dat je er achteraan moet gaan. En waarom start de gemeente nu dit project, het nieuwe project? Wat is nou het grote verschil? Nou, ik ben daar zelf eigenlijk al lange tijd van de grond te krijgen. Er is nu ook wat geld van de gemeenteraad daarvoor vrijgekomen. Omdat als je zaken echt wil veranderen, als je echt wil zien wat er aan de hand is, ja, dan moet je erop af. Dan moet je er veel meer op af. Dan moet je dat gemeentehuis uit. Want je kunt het niet zeg maar van achter het beeldscherm alleen zien. Je moet in die buurten zitten. Ja, en dat is gewoon een andere mentaliteit. Hoe zit het met de overige partijen hier bij de gemeente? Nou, dat is iets waar we toch echt gewoon blij om zijn. Dat vanochtend hebben we een soort bijeenkomst gehad met een gebakje erbij van we gaan beginnen dit jaar. Maar er was niet alleen mensen van de gemeente waren daar, maar ook van eigen haard, ook de politie. Ja, en dat vinden wij, dat stellen we echt zeer op prijs, want dan zetten we gewoon gezamenlijke de schouders eronder.